Erik, wat is je eerste reactie? Ja, geweldig. Geweldig. Onvoorstelbaar. Wat een geweldig bedrag. Ik heb er geen woorden voor. Weet je, het laatste jaar dat wij hier gewoon normaal op de berg geweest zijn, in 2019, hadden we 11,8 miljoen euro opgehaald. Vorig jaar 16,2 in 3 jaar tijd. Ja, en dan ronden we vandaag af met meer dan 17 miljoen euro. Ja, het is boven alle verwachtingen. Wij zijn zo ontzettend blij met dit bedrag. En dankzij al die deelnemers, al die sponsoren, al die mensen die gedoneerd hebben, al onze vrijwilligers waar ik zo verschrikkelijk trots op ben. Fantastisch, echt. Ja, blij man. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Gisteren zei je nog van, ja weet je, je wist natuurlijk al wel wat. Maar je wou natuurlijk nog niks prijsgeven. Maar had je dit verwacht zelf? Nee, echt niet. Toen de teller op hold ging, toen zaten we net onder de 12. Ik heb me echt best wel een beetje zorgen gemaakt. Sowieso dit jaar wel, met alle bijzondere economische omstandigheden. Of we weer met echt een fantastisch groot bedrag zouden kunnen komen. Nou ja, wij zaten in de eerste plaats al heel snel vol. Dat was al boven mijn verwachting. En die 12 miljoen, ik had gehoopt dat we de 15 zouden halen. Ja, en dan kom je hierop uit. Dat is echt fantastisch. Ja. Want dan gaat echt de kerst op de taart. Meer dan dat. Het is de taart zelf met heel veel kersen erop.